alweer het zesde filmpje waarbij we mogen binnenkijken in ons mooie nieuwe ziekenhuis hier in Meppel. Jullie weten inmiddels dat we werken met waardestromen. Vandaag staat de waardestroom publiek en service centraal. Binnen de waardestroomgroep publiek en service zijn ze al lange tijd bezig om na te denken welke faciliteiten er nodig zijn voor medewerkers, maar ook voor patiënten en bezoekers om hier te kunnen werken of verblijven. Dat is ook de reden dat Johan Jonker aansluit bij dit filmpje, want hij is als voorzitter van de waardestroom publiek en service betrokken bij alle plannen. Hi Johan, welkom. Hoi Maaike, dankjewel. Ja, het is jammer dat we niet vanaf buiten konden filmen. Ja, dat was toch maar even de medewerkersingang die wel belangrijk is voor onze medewerkers straks, waarbij je vanaf de medewerkersingang direct langs het servicebureau komt, het medewerkersservicepunt. Dus ja, hoe mooier wil je het hebben eigenlijk? Nee, precies. Nou, fijn dat je in ieder geval kon laten zien waar de mensen vandaan komen strakjes. Inderdaad, je vertelt al even over het medewerkersservicepunt. En wat ga je ons nog meer vertellen? Nou, het begint natuurlijk hier voor de medewerkers. Hier kom je terecht voor pasjes, maar ook voor bijvoorbeeld registratie van je linnen. Dat is anders als in Zwolle, daar hebben we de linnenkamer voor. Dat gebeurt hier. De post komt hier, kantoorartikelen hebben we hier straks. Ja, en eigenlijk gewoon een centrum voor in ieder geval alle medewerkers van ons. Maar we gaan natuurlijk nog veel meer vertellen. Een stukje over logistiek, over restaurant, over voeding. Wat wil je eerst? Leuk. Lijkt mij goed dat wij richting de kleedkamers lopen. Eén ding dan eerst. Want als ze langs de kleedkamers lopen, dan lopen we langs de expeditieruimte. Ja, en die wordt nu niet gefilmd. Maar dat wordt zometeen wel het hart van alle goederen die binnenkomen. 25 karren van HL, 25 karren van Lips, van de linnen, 5 karren van de voeding, het restaurant, de broodmaaltijden. Alles komt daar dagelijks binnen en moet ook zorgen dat het niet in het ziekenhuis versmeert, zeg maar. Dus dat het snel verwerkt wordt. Dat is wel het mooie van de expeditieruimte die we straks hebben. Ja, want het is dus mooi gescheiden, hè? Ja. Personeel en de expeditie. Ja, absoluut. Mooi gescheiden. Ook mooi. In de gangen, logistieke gangen, patiëntenmedewerkersgangen. Dus hartstikke leuk. Nou, top. Gaan we kijken. In een eerder filmpje hebben jullie al een keertje laten zien hoe dicht de personeelsingang bij de omkleden is. Hier kan je je uniformen krijgen. Hier hebben we een heuse walk-in closet. En we gaan even aan Johan vragen wat dat precies inhoudt. Ja. Johan, een heuse walk-in closet. Vertel. Nou ja, dat ken je natuurlijk vanuit thuis, want wie wil dat niet? Je komt je kamer binnen. En je kan pakken wat je nodig hebt. Nou, hier in dit geval zijn dat je dienstkleren. Is het je uniform. Die kan je hier pakken. Komen hier scantafels. Dus dan kan je je pasje op scannen. En dan kan je met je uniform mee. Kan je de kleedkamer in. De heren of de dames kleedkamer. Ja, die zijn daar. En die zitten daarachter inderdaad. Ben je nou klaar met je dienst. Kleed je weer om. En dan is daar een opening. Waar je weer je uniform in kan deponeren. En dan kan je vervolgens gewoon weer netjes de deur uit, linksaf en weer naar huis gaan. Okay. Dat is echt anders dan in Zwolle, want we hebben natuurlijk een kledingautomaat. Ja. Nou, daar is hier de ruimte niet voor, maar ja, de walk-in closet is natuurlijk een geniale vondst om dat probleem toch op te lossen. Precies. Nou, klinkt goed. Mooi. Gaan we eens uit het restaurant kijken. Ja, lekker. We zijn aangekomen in het restaurant, een prachtige lichte ruimte. Johan, kan je iets vertellen over het restaurant, het gebruik ervan? Nou ja, het eerste misschien wel wat belangrijk is. Dit is een gecombineerd personeelsbezoekersrestaurant, maar ook voor de medewerkers. Dus waar dat nu nog gescheiden is, zitten we straks met z'n allen in één ruimte, één locatie. Maar wat ook leuker is misschien wel om te vertellen, is dat we het zelf gaan doen. We gaan het niet uitbesteden, maar we gaan een eigen mensen, een eigen ploeg, zeg maar, wordt in dienst genomen om hier wat moois te maken voor onze patiëntenbezoekers en voor onze eigen medewerkers. En eigenlijk zie je daar, zeg maar, daar is echt het restaurantgedeelte. Daar komt een counter, daar kan je spullen afhalen. Dat is ook de weg naar achteren voor de afwasmachine, zeg maar. Hier heb je een hele mooie bank waar mensen op kunnen zitten. Heel mooi. Hier komen tafeltjes te staan. Hier kan je ook gewoon overdag wel even werken als je dat wilt met je laptop. Verbinding is hier natuurlijk prima straks met de wifi. Ja. Dus ja,
Dat kan je als medewerker ook doen. En je zit dicht bij je patiëntenbezoekers waar je het voor doet. Dus je hebt ook nog een beetje interactie daarmee. Ja. En ik weet, dat heb ik altijd wel gehoord, dat onze patiënten vinden, die waarderen dat gewoon. Dus ja, dus ik nodig ook uit om de medewerkers van Meppel straks ook vooral hier ook af en toe te komen zitten gewoon. Ja. Neem een kop koffie. Het is andere koffie dan, weet je, het restaurant koffie is anders dan de automaten. Maar neem dat eens een keer, neem eens een keer een andere thee of zo. Want het leuke is wel ook dat het winkeltje wat we hier gaan doen, dat wordt bevoorraad vanuit de arbeidsvoorziening van de Linde. Restaurant wat bij medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkeld is in Hasselt. En daar betrekken we de dingen van, ja, voor het winkeltje van. Dan heb je ook leuke soorten thee. Ja, leuk. Dus jongens, maak er gebruik van, zou ik graag zeggen. Hey, en hier zie ik nog een prachtige mooie ruimte. Heel veel glas, licht. Hoe gaan we dit gebruiken? Nou, dit is tweeledig. Het is het auditorium, dat noemen we het racedal zo meteen. Daar kunnen bijeenkomsten plaatsvinden. Maar tussen de middag is dit ook de lunchruimte voor de medewerkers. Maar ja, dit is iets te klein om al onze medewerkers hier te laten lunchen. Ja. Hoe lekker we het ook maken. Daarom wil je juist je wat meer ruimte daarvoor hebben. Dus tussen de middag staan hier de tafels en de stoelen klaar om gewoon lekker met je team te komen eten. Ja, en mooi. En wat wil prachtig, je nog meer met zo'n uitzicht? Ja, hè? En dan mogen we ook buiten zitten? Ja, er komt een terras buiten inderdaad. Dus moet even kijken hoe we dat met slecht weer doen. Maar er komt in ieder geval een terras buiten waar voldoende picknicktafels en andere tafels op komen. Dus ja, dan kan je ook gewoon lekker buiten zitten. Nou ja, en dan heb je echt een schitterend uitzicht precies, over de Reesdal. Prachtig. Dus wat wil je dan eigenlijk nog meer? Het is toch een mooie omgeving om in te werken, denk ik wel. Deze filmpjes zijn we in de centrale hal geweest. Ook met de Warenstroom Publiek en Service zijn we op deze belangrijke ruimte in het ziekenhuis, het hart van het ziekenhuis. Johan, wat gaat Publiek en Service hier doen? Nou, we hebben hier twee belangrijke dingen. Natuurlijk, als patiënten en bezoekers hier binnenkomen, patiënten voor de polykliniek, die gaan naar de aanmeldzuilen, die komen hier te staan. De aansluitingen zien jullie al liggen. Precies. En ja, net zoals in Zwolle hebben we natuurlijk daar wel vrijwilligers bij om waar dat nodig is onze patiënten wel te kunnen helpen. Natuurlijk op meer plekken hebben we in het ziekenhuis vrijwilligers, maar ja, dat gaat nu iets te ver. Maar daarom is dat in het ontvangst wel heel belangrijk, want dan moet het gelijk goed zijn. Ja. En dan hebben we opzij hebben we de centrale balie. En dat is ook net zoals in Zwolle voor de registratie van patiënten, voor te vragen waar ligt mijn familielid, voor een uitreikkaartje of voor wat andere vragen, zeg maar, van je als patiënt of bezoeker denkt van ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou, dan kan je gewoon bij de centrale balie terecht. Oké, mooi. En daar, dat is wel nieuw ook, naast de medewerker van de centrale balie zit daar ook een beveiliger. We hebben 24/7 straks ook beveiliging in Meppel, wat nu anders is dan nu. Terwijl we wel in de meldkamer Zwolle overal de camera's hebben. Dus vanuit Zwolle hebben we zicht, ook op Meppel. Maar fysiek hebben we hier mensen zitten die ook als beveiliger kunnen optreden als het nodig is. Maar liever niet natuurlijk. Beter de gast hier zijn. Precies. En het geeft een goed gevoel, een veilig gevoel om dan hier te kunnen werken. Nou, fijn. Goed om te horen. Onze volgende stop. Waar gaat die naartoe? Nou, ik wou jullie nog een keer meenemen naar de afdelingskeukens. Want ja, met de patiëntenvoeding gaan we toch ook weer iets nieuws doen. Wat in Zwolle ook nog niet is. Dus ja, dat wordt echt Meppel nieuw. En dat, nou, daar wil ik jullie graag even over meenemen. Dan gaan we naar de tweede verdieping. Naar de kliniek. Ja, mooi. Mooi. We zijn inmiddels aangekomen op de verpleegafdeling. Deze verpleegafdeling heeft net als de verdieping hierboven 45 bedden. En we hebben 1 keuken per verpleegafdeling. Wat kan je ons vertellen over het werken vanuit deze keuken? Nou, dit is het hart waar alles gebeurt voor de patiëntenvoeding. Zowel zeg maar de warme maaltijden als de broodmaaltijden als de tussentijdse verstrekkingen. Maar wat we hier gaan doen is met vriesverse maaltijden gaan werken. Dus dat is weer wat anders dan we in Zwolle hebben. Okay. Maar vriesverse maaltijden worden met een combi-steamer klaargemaakt en heeft ook qua smaak weer een andere beleving. Zijn ook weer uitgetest natuurlijk, dan de maaltijden zoals we in Zwolle hebben. Dus we hopen hiermee toch weer een stapje meer te kunnen bieden. Naast het feit dat ja, waar we in Meppel nu de keuze uit met een Meals on Wheels wagen beperkte keuze hebben, ja, hebben we straks toch meer keuze voor de patiënten die, ja, wat ze ook al in Zwolle wel gewend zijn, meer keuzemaaltijden kunnen bieden. En het tweede wat we hier anders gaan doen is het werken met de tablet. Ik heb hem hierbij met inderdaad. Ja, ik zag er al. Ik zag er hiermee. Ja, en eigenlijk hebben we hiermee gezegd, ja, de patiënt in de regie, hoe kan je dat beter vormgeven door die patiënt ook een middel te geven waarin hij de maaltijden kan kiezen,
wat hij hebben wil. Dus er zit een koppeling in met het voorraadsysteem. Dus hij kiest alleen maar wat er is. Er is ook een koppeling met HIX in verband met de diëten voor de patiënten. Dus een patiënt kan ook niet de verkeerde maaltijd bestellen. Dus dat oogpunt van patiëntveiligheid eigenlijk wel heel erg prettig. Nou, zeker. Maar ook het leuke is, je kan hier ook een glaasje water op bestellen. Even vragen of de gordijnen dicht kunnen. Of geestelijke verzorging vragen. Ja, en dat zijn handelingen die nu eigenlijk allemaal bij de verpleging liggen. Want dan, ja, dan belt die patiënt weer. Ja, wat moet hij anders mee aan? Komt de verpleging, glaasje water, voedingsassistent erheen. Nou, en dat soort zaken kan die eigenlijk veel directer afgehandeld worden. Glaasje water gaat naar de voedingsassistent. Oproep voor geestelijke verzorging gaat naar geestelijke verzorging. Ja, en volgens ons moet dat ook de verpleegkundige dus weer ontlasten. We zijn hier inmiddels gearriveerd op de centrale back-office van ons mooie nieuwe ziekenhuis, bij de pantry. Johan, wat kan jij ons vertellen over de centrale back-office? Nou, wat je hier hebt zijn een aantal centrale vergaderruimtes, reserveerbare vergaderruimtes zoals ze dat noemen. Dat zijn er een stuk of 7 in totaal. We hebben hier ruimte voor het oefenlokaal van de academie, we hebben voor de artsassistent hier ruimte, voor de co-assistenten ruimtes. En de back-office ruimte voor de polyklinieken zit hier op deze laag. Ja. Maar we hebben ook een back-office, flexibele ruimte eigenlijk voor de stafdiensten. Die dan inderdaad even van Zwolle moeten komen of hier moeten komen werken. Dus dat er ook altijd even plek voor is. En gaan zij ook die plekken reserveren? Of wat is het idee daar? Ja, het idee is er wel achter dat je die plekken gaat reserveren. Want ja, het is toch een beetje vervelend als je hier komt en er zit het al vol. En ja, waar moet je dan terecht? Dus het is wel het idee dat we gaan reserveren en dat zal ook gewoon via Planon gaan gebeuren. Zoals we eigenlijk al gewend zijn om nu ook ruimtes te reserveren. Ja. Nou mooi. Ja, het is nog even goed om te melden, we zitten hier op de eerste verdieping. Ja. En eigenlijk echt in de nabijheid van de polyklinieken en de andere werkplekken. Nog één dingetje wat ook op de eerste verdieping zit. Want ja, ik wil public en service, het is ook een boel facilitair bedrijf natuurlijk. Ja. En ik wil graag, want onze brancardiers komen ook op de eerste verdieping zitten, zodat ze heel snel tussen de verpleegafdeling en begaande grond heen kunnen. Ja, en wat ik eigenlijk nog niet genoemd heb, maar wat natuurlijk wezenlijk van belang is, natuurlijk ook onze afdeling schoonmaak. Maar ja, als die niet goed kunnen functioneren, want we hebben overal werkkasten, er komen werkkarren, ja, als die niet goed kunnen functioneren, ja, dan kunnen we de boel ook snel sluiten. Dus precies. Daar wou ik super er maar mee afsluiten. Superbelangrijke mensen. Ja, ja. Goed Johan, nou dan wil ik jou bedanken voor jouw verhaal in het filmpje. En ik wil jullie bedanken voor opnieuw het kijken naar het filmpje. En tot het volgende filmpje.